Er zijn ook wel mensen die komen vragen om bijvoorbeeld over loempia's te verkopen. Ja, grappig. Safe Airspot wordt bemand door mensen die werken in het sociale werkveld en uit de GGZ. Ze bieden een veilige plek aan voor mensen in het uitgaansgebied van Rotterdam. Er rijden twee busjes. Eentje die rijdt rond en is ook te bereiken via telefoonnummer. En eentje die staat hier achter mij op het Stadhuisplein. Safe Airspot die ondersteunt ons vooral met het hulpverlenen. Als mensen dronken zijn, kunnen we ze daar afleveren, zal ik maar zeggen. En kunnen wij ons bezighouden met dingen als vechtpartijen of vervelende mensen die er zijn. Truckdealers, die zijn er ook veel. Dus het scheelt ons een hele hoop werk. Mensen reageren eigenlijk heel positief. Vinden het een goed initiatief van de gemeente Rotterdam. En die zijn eigenlijk blij dat er een plek is waar ze terecht kunnen. Mensen komen veel vragen stellen aan ons wat we precies doen en wat het precies inhoudt.